doel van deze oogoefening is het versterken van de spieren aan de binnenzijde van de oog, zodat beide ogen makkelijker naar binnen kunnen bewegen. De oefening voert u als volgt uit. U krijgt van uw behandelaar krijgt u een blaadje mee. Dan kunt u of uitknippen en op een liniaal plakken, of u neemt gewoon een boek of een tijdschrift. Dan legt u het blaadje erop. U mag het boek ietsje hol maken en u zet dan het boek met het lijntje in het midden van uw neus, midden van uw gezichtsveld, en u kijkt naar het verste bolletje. Dat houdt u een aantal seconden vast, zolang als dat u met uw behandelaar afspreekt, en dan gaat u naar het volgende bolletje. U ziet, doordat u twee ogen heeft, ziet u twee lijnen. Beide lijnen moeten elkaar kruisen op het punt waar je naar kijkt, zodat de ogen goed samenwerken om naar dat punt te kijken. Als de lijnen elkaar daar niet kruisen, is de oefening of te zwaar, of voert u de oefening niet goed uit. De opbouw van de oefening is als volgt. Je begint altijd met het bolletje wat zo ver mogelijk weg is. Dat hou je eerst maar eens 4 seconden vast. En dat herhaalt u een aantal keer, zo vaak als dat u met uw behandelaar afspreekt. Naarmate dat beter gaat, ga je dichterbij. En de behandelaar bepaalt hoeveel bolletjes je achter elkaar doet en hoe vaak je dat per dag doet. Belangrijk is dat de oefening geen hoofdpijnklachten geeft. Het mag wel een beetje een vermoeiend gevoel geven, want het is eigenlijk een spierversterkende oefening. Dus u mag de ogen wel iets voelen. U mag er niet scheel van gaan kijken of dubbel van gaan zien. En het mag dus ook geen hoofdpijnklachten geven.